Goedemorgen. Goedemorgen, Mali. Mali. Hi. Hey. Goedemorgen. Maya. Wat is met Maya? Ideale ochtend voor baby's en kinderen. Spelen met de ventilator terwijl je Teletubbies kijkt. Ben je een boek aan het lezen? Ja. Mali, het is nat daar. Moet je in de douche kruipen? Nat daar. Kijk dan. Het is toch niet handig? Hallo. Gezellig. Beneden heeft mij straf, maar hij huilt zo hard dat je het hierboven hoort. Gewoon twee verdiepingen hoger. Anyway, ik dacht ik ga gelijk mijn nieuwe skincare proberen. Dit is dus van Paula's Choice. Ik heb gisteravond al geprobeerd met de nachtcreme. En ja, of ik nou echt verschil zie. Je ziet wel een beetje verschil, maar ik weet niet of het door de crème komt. Of mijn verzorging. Of ik heb net iets te veel water gedronken wat weer beter is voor je huid. Ik weet het niet. Maar zoals ik al zei, door dat laseren hier. Want ze laseren hier vooral. Dan is mijn hele huid hier is gewoon was vol puisten een week daarna. Dus ja, ik denk dan moet ik het gewoon extra verzorgen. Dus je begint dus eerst met de cleanser. En het is echt dat gelig spul, zeg maar. En daarna doe je... Oh, het gaat lekker met mes. Daarna doe je anti-redness exfoliating solution. En daar zit 2% acid in. Dus blijkbaar voor een vette huid is dat nodig. Het is gewoon een beetje waterig. En dan, gisteren heb ik natuurlijk nachtcreme gedaan, maar vandaag doe ik deze. Er zit ook factor 30 in. En zit dus in zo'n tubetje. Ik zie vloggers altijd dit doen. En het werkt bij hun, maar bij mij, oh, bij mij ook een beetje. Dus dat is zo'n tube en dan komt er gewoon, oh. Oh, het is wel een beetje waterig. Dat had ik niet verwacht. Dus dat, kijk. Okay. Oh, dat is best wel anders dan ik gewend ben. Doe ik vrijdag. Toen zei hij iets van, wacht even 10 minuten dat je make-up op gaat doen, zodat het goed intrekt. Dus dat ga ik even doen. Ondertussen trouwens, ik heb mijn haar opgewassen en ik heb weer die Denman borstel gebruikt. En je ziet, kijk, gelijk komt er al zo'n krul, zeg maar. Maar dan moet je gelijk... zeg maar, na borstelen moet je dat even met je handen losmaken. En dan krijg je dat. Vorige keer bovenop kreeg ik het niet alleen onderin. Maar nu komt dat bovenop ook. Maar dan moet je gewoon minder spul in je haar doen. Niet te vettig maken. En dan die krullen dus lostrekken. Daar zie je een groep. Mijn team van Rotterdam. Mijn eerste semi-reality show is uit. Jan-Paul heeft mij gevolgd de hele dag tijdens de camp. De TH. Het camp, schat. Nee. Die camp. Die camp. In Nederland is het het camp. Ja, het zal wel. Ja. Maar ja, het duurt 9 minuten en dan kost het maar kijken. Dus ik ben benieuwd dat je ervan vindt. Ik ben minuut 1 nu, dus het duurt. Nee. Maya doet gewoon de vingers erop steeds. We noemen haar ook gewoon Maya steeds. Het is wel leuk. Ja, het is wel raar, hè? Ja. Ze heet Mali C. Laat haar ook gewoon Mali noemen. Mali, maar omdat Mev haar Maya noemt, doen wij dat ook. Dat weet iedereen. Weet iedereen dat? Ja. Even trouwens een update over... iedereen kijkt, dat is waar. Op mijn huid. Ik heb het gevoel dat het super droog is met die dagcrème. Misschien moet ik meer smeren. Ik weet niet. Maar... Je hebt dat boekje toch niet doorgenomen, die cursus? Dus je weet niet hoe je het moet doen. Misschien heb je verkeerd gedaan. Misschien moet je van beneden naar boven in plaats van boven naar beneden smeren. Noem maar wat, hè. Maar dat staat in dat boekje. En dat heb jij niet gedaan, moet je lezen. Oké, maar we zijn nu onderweg naar Almere. Daar hebben we een clinic weer. En ja, ik ga het boekje lezen. Wat ik ook bedacht is, misschien kunnen we auto's schoonmaken vandaag. Of stofzuigen. Is geen slecht idee van je, moet nee. Ik zeggen. Oh, we zijn bij het veld aangekomen. Ja. Nou, hoe lang hebben we nog tot het begint? We hebben nog, het is 36, het begint om 1 uur.
Dus we hebben nog kans tot mensen op komende dagen. Oh. Nou. Welk team gaat dit jaar de Queen's Ball winnen? Ik ga er even over nadenken. En dan kom ik op terug. Ik moet dat even bekijken. Want ik ben lang niet bij de training van de teams geweest. Dat zegt toch niks? Jawel, want dan kan ik kijken hoe ver ze zijn. Want mijn voorspellende blik van 4 jaar geleden was gebaseerd op aanwezigheid bij die teams. 3 jaar geleden. Dat zou ik maar niet komen. Maar maakt niet uit of je komt of niet. Nee, want hij heeft er niet bij geholpen in ieder geval. Nee. Dus ik ga dat maar alle teams hebben ook veel nieuwe dames, hè? Ja, ja, ja. Het was uiteindelijk zonnig, toen weer regenachtig, toen weer zonnig, toen weer regenachtig. Maar het was wel een geslaagde kliniek. Er waren uiteindelijk wel een paar dames, maar ik ben eigenlijk vergeten te filmen daar. Omdat ik steeds druk was met praten en gewoon met mensen bezig zijn. We zijn nu even op kantoor. Even wat pakketjes maken en dan gaan we naar huis, naar de kids en mijn moeder. Gaan we dan alsnog Spurs bestellen, vind je? Omdat het weekend is. Ja, maar mijn moeder is er wel weer. Hoe eet je moeder dan? Dat ook. Eet je ook sparrows? Ja, of kip. Ja, dat zou kunnen. Dat is voor de kids wel lekker doen. Dus het antwoord is ja. Maar we moeten volgende week echt wat gezonder gaan eten. Nee, ik meen het echt. Het wordt echt ernstig. We worden zo druk. We moeten gewoon preppen ofzo. Maar dan moet je van tevoren... Ja, maar ja, oké. Okay. Of gewoon spullen in huis hebben. Die je gewoon kunt maken. Maar je hebt eten, je hebt zo'n bedrijf die geprept eten bezorgt voor in de diepvries, maar het is gewoon niet lekker. Nee, het smaakt allemaal hetzelfde. Hebben we allemaal weggegooid toen. Ja. Toen ik die had. Maar dan bedenk dan van tevoren wat je wil eten ook. Sparrows. Ja, nee, volgende week. Ja, oké. Okay. Ik ga eens even nadenken. Doe dat dan ook, hè? Want dan moet ik de Albert Heijn bestelling. Vanavond heb ik enigszins tijd. Mooi. Ga jij vanavond nadenken? Ik ga vanavond MEMF inschrijven voor een school. Of in ieder geval aanmelden dat we een rondleiding kunnen krijgen. En daarna heb ik een call met mijn marketingteam. En op zich kan ik dan... ja, toch? Ja, maar doe dat dan ook. Change of plans, by the way. Ik was aan het werk en ik keek op de klok. En heb gezegd ineens... Oh ja, je moeder vroeg trouwens of je naar de Kruidvat zou gaan voor de. Dan dacht ik, oh shit. En... Ik heb nu precies nog 12 minuten om naar de Kruidvat te gaan. En het was best wel belangrijk, iets wat ze vandaag moest hebben. Dus ik reed als een gek naar het dichtstbijzijnde Kruidvat. En hoop ik dat ik op tijd dat kan halen, fingers crossed. Want anders heb ik echt een probleem vanavond. Zo, ik ben weer thuis. En hier hoort mijn moeder. Die zijn Nijntje aan het kijken en ik sprak haar net aan dat ze... Elk woord die ze noemen, moet ze eigenlijk in het Ethiopisch doen, zodat hij en Mali gewoon ook het Ethiopische taal goed leren. Maar goed, mijn moeder heeft dus opgepast en hier moet het nog opgeruimd worden, dat ga ik even doen. Ik heb sparrows besteld, dat gaan we met de hele familie eten en mijn moeder kent het nog niet. Al heeft zij volgens mij niet sparrows besteld, ze heeft kippenboten ervan besteld. Zijn ook trouwens heel lekker en gezonder. En dan ga ik even nadenken over... Wat ik in godsnaam ga maken en bestellen voor volgende week. Want ik ga ophouden. Ik moet echt stoppen met bestellen van eten. Ik moet bestellen gewoon vanaf de Albert Heijn. En dat gewoon maken. 1 keer per week. En dat preppen en dat eten. Dus dat het gezonder wordt. Want ik ga echt way te ver hiermee. En daarnaast zag ik gewoon hoeveel we per maand uitgaven aan uit eten gaan. En dingen bestellen zoals spare ribs. Dat moet echt gewoon ophouden. Dat moet ik minimaliseren naar 1 keer per week. Dus dat ga ik proberen. Gaat waarschijnlijk niet snel lukken, maar het is een proces. En dan ga ik me even inschrijven op een school. En een school die ik voor ogen heb tenminste. En dan gaan we... Moet ik nog kleine minor dingen doen. Oh ja, ik moet Daniel ook nog bellen. Oh, marketing team. Oh ja, ga ik ook nog doen. Ik krijg zo'n hoed op. Echt tot zoiets speelgoed is. Veel te laat. Veel te laat. Maar het mag, het is weekend. Deze zoekje. Kijk eens. Dat is creatief van je. Oh, tot zover. Doei. Ik zou maar gaan, ik gooi dat ding wel naar boven.